Deze video gaat over raaklijnen aan cirkels. In deze video ga ik je laten zien hoe je de vergelijking van een raaklijn aan een cirkel kunt opstellen. En ik ga het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Het voorbeeld zie je hier naast me staan. Gegeven is de cirkel C en C is x plus y min 6x min 2i plus 5 is 0. Verder hebben we de lijn K en K raakt C in het punt A waarvoor geldt xa is 2 en de i van a is groter dan 0. En de opdracht aan ons is stel van k een vergelijking op. Nou bij dit verhaaltje hoort ook een tekening en de tekening zie je hier aan de rechterkant staan. Je ziet daar in het rood de cirkel c met middelpunt m en verder zie je in het blauw de lijn k en k raakt de cirkel op deze plek en daar zit het punt a. En we moeten dus van de lijn k een vergelijking opstellen. Hoe kun je dat doen? Nou, we beginnen even met het bekijken van het punt A. Dat punt A is het raakpunt en zo'n raakpunt is altijd heel erg belangrijk. We willen graag weten wat zijn de coördinaten van het raakpunt. Nou, dan gaan we even kijken in de tekst. En in de tekst staat dat voor het punt A geldt de x is 2 en de y is groter dan 0. We weten dus van het punt A in ieder geval de x-coördinaat. Die is 2 en we willen graag weten wat is dan de y-coördinaat. Nou als de x2 is, dan kunnen we die y-coördinaat berekenen. We kijken even in de tekening. Kijk in de tekening zie je A ligt op de lijn K, maar hij ligt ook op de cirkel. En van de cirkel weten we de vergelijking. En als we dan voor de x daar 2 invullen, dan kunnen we de waarde van y berekenen. Dat gaan we dus doen. Dus dan gaan we noteren, we zeggen x is 2. Gaan we invullen in C en als je hem dan bij c invult, dan moet je dus deze x en deze x vervangen door 2. Dan krijg je dus dit. Het wordt x kwadraat wordt 2 in het kwadraad, plus i kwadraat min 6 keer 2 min 2i plus 5 is gelijk aan 0. Nou, we hebben de x vervangen door 2 en dan hou je dus dit over. En nu gaan we de vergelijking oplossen en de waarde van i berekenen. We beginnen even vooraan. 2 in het kwadraat wordt 4, daar krijgen we min 6 keer 2, dat wordt min 12. 4 min 12 wordt min 8, min 8 plus 5 wordt min 3. Dus dan krijgen we dit, het wordt i kwadraat, min 2i, min 3 is gelijk aan 0. Nou, je ziet nu dat we deze vergelijking overhouden. Nou, die vergelijking die kunnen we oplossen met de product methode. Je zoekt dan twee getallen. Keer moeten ze min 3 zijn en opgeteld min 2. Nou, de getallen die daaraan voldoen, dat zijn min 3 en 1. En dan krijg je dus dit. Het wordt tussen haakjes i min 3 en tussen haakjes i plus 1 is gelijk aan 0. Nou, nu weten we ook de waarde van i. Hieruit volgt i is 3 en daaruit volgt i is min 1. Dus dan weten we i is 3 of i is min 1. Dan nu is even de vraag welke waarde van i hoort bij het punt a. Nou, in de tekst staat de i van a is groter dan 0, dat betekent deze valt af, dat moet hem dus zijn, en dus zijn de coördinaten van a 2,3. Dus dan zeggen we, dus we weten nu in ieder geval dat voor a geldt de coördinaten zijn 2,3. Dus wat hebben we tot nu toe gezien? Je gaat dus voor de x 2 invullen. In de vergelijking van de cirkel, dan krijg je dit. Die vergelijking los je stapje voor stapje op. De i van a is positief en dus zijn dit de coördinaten van a. Oké, okay, we weten nu wat de coördinaten van a zijn en nu gaan we even verder kijken naar de cirkel. Van de cirkel weten we de vergelijking en die vergelijking die staat daar. Maar die vergelijking is niet van zo'n handige vorm, want je kunt bij deze vergelijking het middelpunt en de straal niet aflezen. En we willen graag weten wat het middelpunt en de straal zijn, want die twee dingen zijn altijd handig als je werkt met cirkels. Dus we gaan eerst even bepalen wat zijn de coördinaten van het middelpunt en van de straal en Als je dat wil doen, dan moet je deze vergelijking omschrijven en dat doe je met behulp van kwadraat afsplitsen. We hebben dat in dit hoofdstuk al veel vaker gedaan en die techniek gaan we nu dus opnieuw bespreken. Als eerste moet je even hier de volgorde aanpassen. En moet je ervoor zorgen dat die min 6x daar staat en die i kwadraat juist daar? Dan krijg je dit. Het wordt dan x kwadraat min 6x plus i kwadraat min 2i plus 5 is gelijk aan 0. Nou, nu gaan we het kwadraat afsplitsen en dan beginnen we hier vooraan bij de x'en. Je neemt dan als eerste de helft van min 6. Nou, de helft van min 6 wordt min 3, dus dan krijg je. Tussen haakjes, x min 3 en daarbuiten het kwadraat. Als je die haakjes uitwerkt, dan krijg je x kwadraat min 6x, maar je krijgt ook nog plus 9. Die plus 9 die krijg je vanwege de min 3 in het kwadraat. Nou, die plus 9 die staat niet hier, dus daar moeten we voor compenseren. En we hadden geleerd: je doet dat dan door hier te doen min 9. Dus daarachter krijg je dan min 9. Dat was die eerste. En nu gaan we hetzelfde doen bij de letter i. Dus dan doen we als eerste de helft van min 2 wordt min 1. Dus dan krijg je plus tussen haakjes i min 1 en daarbuiten het kwadraat. Nou, als je die haakjes uitwerkt, dan krijg je i kwadraat min 2i. Maar je krijgt ook nog plus 1. Die plus 1 die krijg je vanwege min 1 in het kwadraat. Maar die plus 1 die staat hier niet. Dus moeten we net als daar. Weer compenseren en dat doe je door te doen min 1. Dus hierachter komt min 1, dan hebben we nog plus 5 en dat is gelijk aan 0. Nou, nu hebben we het kwadraat afgesplitst, maar we moeten dit wel nog een beetje herleiden. Je doet dan min 9 min 1 is min 10, min 10 plus 5 wordt min 5, min 5 naar de andere kant en die wordt dan positief 5. Dus dan krijg je het volgende, het woord tussen haakjes x min 3 in het kwadraat, plus tussen haakjes i min 1 in het kwadraat is gelijk aan 5. Nu hebben we de vergelijking in deze vorm geschreven, en nu weten we de coördinaten van het middelpunt en de lengte van de straal. Voor het middelpunt kijk je voor de x hier en voor de i daar. In de standaardvorm is het al min, dat is het hier ook, en dus kunnen we de getallen gewoon aflezen. Nou, het middelpunt is dan 3,1, dus dan krijg je dit. Je zegt het middelpunt is 3,1. En nu nog de straal. We hebben geleerd, hier staat de straal in het kwadraat. Dus voor de straal moet je altijd van dit getal de wortel nemen. Je neemt dan wortel 5, dat laat je gewoon staan, want daar komt de comma getal uit. Dus dan zeg je, de straal is de wortel van 5. Dus wat hebben we gezien? Nou, we hebben dus eventjes de vergelijking omgeschreven met behulp van kwadraat afsplitsen. Dat hebben we vaker gedaan en dat zie je hier. Dan weet je het middelpunt en je weet de straal. En nu kunnen we op zoek naar de vergelijking van de lijn k. Oké, okay, we weten nu de coördinaten van het middelpunt en we weten de lengte van de straal. En nu gaan we met behulp van die informatie de vergelijking van k opstellen. Nou, om je duidelijk te maken hoe we dat kunnen doen, kijken we weer even met elkaar naar de tekening. En je ziet dat ik alle informatie die we net hebben berekend, aan de tekening heb toegevoegd. We hebben de coördinaten van het middelpunt, die zijn 3,1. De straal heb ik hier even getekend. De lengte van de straal hebben we niet nodig, dus die laat ik even weg. En hier bovenaan zie je het punt a, en a is 2,3. En nu gaat het over een raaklijn aan de cirkel. En dan moet je meteen denken aan iets heel erg belangrijks. Als je een raaklijn aan de cirkel hebt, dan geldt altijd dat de hoek. Tussen de straal en de raaklijn gelijk is aan 90 graden. Nou, die hoek die zit dus hierbovenin bij het punt A. En je ziet, ik heb het loodrecht teken daar al even toegevoegd. Dit principe geldt altijd bij een raaklijn aan een cirkel. Dus heb je een opgave waarbij je een raaklijn hebt aan een cirkel. Dan moet je dus meteen denken: oh, de hoek in dat raakpunt die is 90 graden. Dat is natuurlijk de vraag: wat kunnen we daarmee? Nou, het gaat hier over een hoek van 90 graden. En eigenlijk hebben we dus twee lijnen die loodrecht op elkaar staan. En als je twee lijnen hebt die loodrecht op elkaar staan... dan moet je weer denken aan iets wat we eerder hebben geleerd. En datgene heb ik hier onderaan even opgeschreven. Als je de lijn k hebt en k staat loodrecht op l... dan geldt de richtingscoëfficiënt van k keer de richtingscoëfficiënt van l is min 1. Nou, dit principe gaan we hier gebruiken om de richtingscoëfficiënt van de lijn K te berekenen. En ik ga je nu laten zien hoe je dat kunt doen. Nou, we hebben hier dus twee lijnen. Dit is K en daar hebben we de straal en de straal die noem ik even L. Dus dit is L. Zo. En dat moeten we ook even netjes opschrijven. Dus dan zeggen we stel stel L is de lijn door A en m. Nou, nu gaan we vertellen wat geldt er. Nou, we hebben dus l en we hebben k. En die hoek die daar zit, die is 90 graden. Dus dan gaan we het volgende zeggen. We weten, k staat loodrecht op l. En dus geldt de richtingscoëfficiënt van k keer de richtingscoëfficiënt van l is min 1. E. Nou, dit volgt uit de theorie. En nu gaan we kijken hoe we dit in de praktijk kunnen gebruiken. We willen dus weten wat is de richtingscoëfficiënt van k en die kunnen we dus berekenen als we de richtingscoëfficiënt van l hebben. En de richtingscoëfficiënt van l die kunnen we berekenen want we weten de coördinaten van de twee punten waar l doorheen gaat. En als je dan de richtingscoëfficiënt van l wil berekenen dan doe je dat met delta i gedeeld door delta x. Dus dan krijg je dit. Je zegt voor de richtingscoëfficiënt van l geldt we doen delta i... Gedeeld door delta x. Nou, als je delta i delta x doet, dan doe je de i van de ene min de i van de andere. Gedeeld door de x van de ene min de x van de andere. Dan wordt het dit. Je zegt, dit is gelijk aan. Nou, de i van de ene doen we die van a. 3 min 1. Dus aan de bovenkant krijgen we 3 min die ander. Dat is 1. En aan de onderkant doen we hetzelfde met de x. Dan doen we dus 2 min die ander is 3. Dus dit moeten we delen door 2 min 3. En dan gaan we dat even uitrekenen. De bovenkant 3 min 1 wordt 2. De onderkant 2 min 3 wordt min 1. 2 gedeeld door min 1 is min 2. Dus de uitkomst hiervan is min 2. En nu weten we de richtingscoëfficiënt van l. En die kunnen we dus daar invullen. Dus dan krijg je de richtingscoëfficiënt van k keer min 2. Is min 1. Nou, als je dan de richtingscoëfficiënt van k wil weten, dan moet je beide kanten delen door min 2. Min 1 gedeeld door min 2 wordt een half. Dus dan weten we de richtingscoëfficiënt van k. Die is dus 1 tweede. Nou, nu hebben we de richtingscoëfficiënt van k. En dan kunnen we de vergelijking van k ook even netjes afmaken. We weten al de richtingscoëfficiënt. Dus dan weten we voor k geldt... hij is... Een half x plus b. Nou, als je dan de b wil berekenen, dan moet je daar een punt invullen. En we weten een punt op de lijn k, want het punt dat we weten, dat is het punt a. En dat is 2,3. Dus dan zeggen we, we gaan het punt a. 2,3 invullen. En als je het punt a invult, dan maak je een vergelijking. En daarbij geldt: de x is 2 en de y is 3. Dus je krijgt een half keer 2 plus b is gelijk aan 3. Nou, een half keer 2 wordt 1, dus het wordt 1 plus b is 3. Dan moet de 1 naar de andere kant, 3 min 1 wordt 2, dus dan wordt het b is gelijk aan 2. En dan kunnen we ook het antwoord opschrijven. Conclusie, dus we weten nu wat de vergelijking is van k. En voor k geldt i is een half x plus 2. En nu hebben we het antwoord gevonden. Dus wat hebben we gezien? Nou, we krijgen aan het begin best wel veel informatie, maar je moet ook nog een hoop dingen uitrekenen. En wat je moet uitrekenen kun je ook heel goed bepalen aan de hand van de tekening. Je begint met het berekenen van de coördinaten van a. En daarna bereken je alle eigenschappen van de cirkel, dus het middelpunt en de straal. Nou, de lengte van de straal hadden we niet nodig... Maar het principe van die straal wel. Want die straal gaat van het middelpunt naar het raakpunt. En het bijzondere is: de hoek die daar zit, die is altijd 90 graden. Dat principe geldt dus altijd bij een raaklijn aan een cirkel. En dan moet je dus meteen hier aan denken. Nou, dan is het een kwestie van dat allemaal combineren. Dus je begint met het opschrijven dat je dat hebt bedacht. Dan bereken je de richtingscoëfficiënt van L met delta i, delta x. En dan weet je ook die van k als je daar gebruik van maakt. Nou, als je de richtingscoëfficiënt van k weet, dan kun je heel makkelijk de formule afmaken. Dat doe je op deze manier. Dus door het punt a in te vullen. En dan is dit dus het antwoord. En op deze manier kun je dus de vergelijking van een raaklijn aan een cirkel opstellen. Vond je dit nu een handige video? Abonneer dan even op mijn kanaal. En klik even hier voor alle andere video's over dit hoofdstuk. En dan zie ik je graag snel weer terug. Bij de volgende video van Malt with Minnow.